Op de A15 wordt deze week 2 nachten gewerkt aan de Thomassentunnel. In de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 mei is de tunnel dicht richting Ridderkerk. En de volgende nacht van dinsdag 14 op woensdag 15 mei is de tunnel dicht richting Europoort. Het verkeer wordt omgeleid via de Kallandbrug. De afsluitingen zijn tussen 8:30 s'avonds en 5:00 ochtends. In het weekend is de Kallandbrug geheel afgesloten. Van vrijdag 17 mei 9:00 s'avonds tot maandag 20 mei 5:00 ochtends. Het verkeer rijdt dan om via de Thomassentunnel. Kijk op rotterdamonderweg.nl/thomassentunnel en/Kallandbrug voor meer informatie.